Bij de aanschaf van een hond komt heel wat kijken. Allereerst moet je jezelf de vraag stellen of je wel voldoende tijd hebt om te zorgen voor het dier. Als je daarna hebt beslist om een hond in huis te halen, moet je je afvragen of je zal kiezen voor een pup of een volwassen hond, waar je de hond zal halen en welke ras het best bij jou past. Pups zijn erg schattig en je kan nog volledig opvoeden zoals jij het wil. Die opvoeding is echter niet zo eenvoudig als het lijkt. Volwassen honden hebben dan weer reeds enkele dingen aangeleerd gekregen wat handig meegenomen is. Hou er wel rekening mee dat een volwassen hond verkeerd kan zijn opgevoed. Waar je jouw hond haalt is afhankelijk van jouw noden en wensen. Zorg er telkens voor dat je een identificatiebewijs meekrijgt. Wil je graag een rashond? Dan hou je bij het kiezen van het geschikte ras best rekening met het gewenste karakter, de nood aan verzorging en de nood aan beweging. Heb je een geschikt ras gevonden? Dan moet je nog de keuze maken tussen een reu en een teef. Een teef is dikwijls wat rustiger en minder dominant. Heb je al een hond in huis? Hou er dan rekening mee dat een reu zijn plaats zou willen opeisen binnen de hiërarchie. Tot slot is het ook belangrijk om het juiste moment uit te kiezen waarop je het dier in huis zal nemen. De ideale leeftijd om een pup in huis te halen is 10 weken. Het wettelijke minimum is 7 weken. Ook hoef je, in tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, niet noodzakelijk vakantie te nemen. Je leert de hond immers best van bij het begin al wennen aan het feit dat je overdag niet thuis bent. Op de website van Royal Canin vind je een handig hulpmiddel om je keuze te helpen maken.